We schatten zo in dat ieder jaar ongeveer tussen de 1000 en 2000 kinderen de geboorte niet overleven en nog een veelvoud daarvan ernstige gevolgen hebben door die problemen met de moederkoek. Vandaag spreek ik dokter Van Rijn. Hij is gynaecoloog en heeft een speciale interesse voor de placenta, ook wel moederkoek genaamd. Een nog grotendeels onbegrepen orgaan die belangrijk is bij de groei en ontwikkeling van het ongeboren kind. Hij gaat ons meer vertellen over aandoeningen van de placenta en zijn innovatieve onderzoek naar de rol van dit orgaan. Ik hou me bezig met zwangerschap. Zwangere vrouwen die een gezondheidsprobleem hebben waardoor hun zwangerschap in de problemen komt. En dan met name eigenlijk gezondheid van de moederkoek, van de placenta. En de gevolgen die dat heeft voor zowel de moeder als de baby. Wat is precies de functie van de moederkoek? Ja, tijdens de zwangerschap is de baby eigenlijk afhankelijk voor ontwikkeling en groei van de moederkoek. Wij noemen die de placenta. Die wordt ook gevormd door de baby en in het deel van de zwangerschappen, ongeveer 1 op 1000 zwangerschappen, ontstaat er ernstige problemen met de gezondheid van die moederkoek. Zodanig dat de zwangerschap niet verder kan en de kinderen niet goed kunnen groeien en daarmee vaak te vroeg en te klein worden geboren. En hier in het Erasmus MC zien we zo ongeveer tussen de 30 en 50 kinderen per jaar die daardoor hier moet komen bevallen en voor wie een lang traject op een intensive care van de neonatoloog, van de kinderarts nodig is om dat vroege, jonge leven mogelijk te maken. En dat komt eigenlijk allemaal door een probleem in de aanleg en de gezondheid van die moederkoek. Het onderzoek naar de moederkoek is de laatste jaren heel erg beter geworden. Toen ik begon met de opleiding was het eigenlijk zo dat de meeste moederkoeken, en dat is nog steeds wel zo, na de geboorte gewoon in de prullenbak verdwijnen. Daar wordt niet meer naar gekeken, maar tegenwoordig met moderne technieken hebben we in de gaten dat die moederkoek een schat van informatie bevat, waaruit je kan afleiden wat er nou precies is gebeurd tijdens die zwangerschap. Proberen we de moederkoek na te bouwen. We hebben hier in het Erasmus MC een onderzoekslijn gestart om te kijken of we mini-placenta's kunnen groeien in het lab. En de eerste testen die zien er positief uit. We gaan kijken of we dus bij een zwangerschap een beetje moederkoekweefsel kunnen verzamelen. Eigenlijk een mini-orgaan kunnen groeien vanuit die eigen moederkoek. Dat dan gebruikt kan worden voor het ontdekken welke routes niet goed gaan en waar de groei van de baby niet goed wordt ondersteund. En uiteindelijk ook een mogelijkheid om nieuwe geneesmiddelen of andere groeifactoren of andere behandelingen te testen. We zijn nu ongeveer 1,5 jaar onderweg met dit programma en we hebben de eerste modellen gebruikbaar gemaakt. We verwachten dat in de komende 3 tot 5 jaar we de eerste echt betrouwbare testen kunnen gaan doen voor behandelingen met zo'n mini-orgaan. En ja, mijn ambitie en hoop is dat we binnen 10 jaar de eerste patiënten behandelen. Wat zijn jouw ambities voor de komende jaren binnen dit mooie vakgebied? Nou, ik hoop in de komende jaren hier het mogelijk te maken om de eerste patiënten te gaan behandelen met placenta-specifieke therapie. En daar een bijdrage te leveren aan dit veld en meer mogelijkheden te creëren voor deze hele zieke groep. Waar we nu eigenlijk gewoon helemaal geen oplossing voor hebben, behalve de vroege geboorte in gang zetten. Dus dat is eigenlijk wat ik voornamelijk als ambitie heb. Daarnaast denk ik dat het goed is, dat het mooi zou zijn als we hier meer bekendheid over bewerkstelligen en ook meer onderwijs geven over dit onderwerp.